Goedendag mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan nog verder in Hongarije, ronde nummer 12 van het kampioenschap en aflevering 13. Als je de vorige video in Duitsland hebt gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze kan zien. Ik kan dus bovenaan bij het i'tje je nu in beeld zien. Carl hier dus over de regulatie change voor volgend seizoen. Dat gaat er ook namelijk aan zitten komen, want hierna gaan we door naar België en dan nog een paar regels in op. Mercedes heeft grote stappen gemaakt en wij komen dichterbij bij Haas. En dan gaan we gelijk door naar de kwalificatie voor de kwalificatie van, Hongarije. Het regent, dus ja, ik ben benieuwd. The competition is certainly heating up as we head into today's qualifying. Some impressive times showing up during the previous practice sessions. Anthony Davidson, do you think we can expect a similar level of skill to be showcased during today's qualifier? Well, I certainly hope so. The competition here is extremely tight and I think we might see some very close times today. Remember, practice isn't just about fastest lap times though. It's about optimization, it's about ratifying your decisions. No one's going to be sweating small mistakes here and there, but in qualifying, that all changes. You need to nail that perfect lap or face the consequences. And believe me, that's a lot of pressure. Nou, we zijn dus terug in onze eigen auto. Het regent hier dus en we moeten de wetbanden gaan gebruiken. Hopelijk dat dat nog naar de intermediates kunnen. Zo niet, hebben we pech gehad. En dan gaan we kijken of we door kunnen naar Q2. Als dat gebeurt, dan is dat hartstikke knap. Dus laat het hopen. En dan gaan we beginnen met een flying lap. Wetbanden, dat klopt Jeff, die moeten we zeker gaan gebruiken. Even kijken. Anti-lock staan uit voor de zekerheid. Want dan kunnen we ook doorschieten. Ik had vroeger altijd op aanstaan, maar dat heb ik dus nu niet gedaan. Een flying lap. Is hier weer nat, net als in Duitsland tijdens de kwalificatie. En ik ben altijd nog niet zo goed in de regen hoor. Het is hier altijd echt zoeken naar grip. Want je ziet hier al een lijn rijden, maar ik rijd dus expres niet over die lijn. Ik zoek nu naar een andere mogelijkheid om meer snelheid uit deze bocht, vooral in deze laatste bocht, te pakken. Want dat is een leerpunt eigenlijk. Dus ja. We komen dus nu over start-finish en we gaan dus nu kijken wat onze rondtijd wordt, want hij loopt dus op dit moment. Momenteel de laatste plek. We stappen naar 1.35.4. Hier voorzichtig aan bij deze bocht. Ietsjes te wijd volgens mij. En wij zetten een 1.37.7 neer. Op dit moment P7 op 2.3 seconden. We gaan volgens mij, ik weet niet of ik op flashback of op return garage, ja, return garage, toch. Nou, we zijn dus terug en we zijn dus nou doorwezen naar P11, terwijl Kimi Räikkönen naar P7 verwezen is. Hartstikke goed van The Iceman himself. De race zoals verwacht, regen aan het eind, dus dat kan leuk worden. De regen van de kwalificatie van Q1, die is nu aan het verminderen. Lichte regen op dit moment, en ook 6 minuten en 33 seconden op de klok. En we gaan een gokje nemen om naar intermedium banden te switchen. Of we kunnen nu een stukje wet pakken. Wat zullen we doen? Lap times are dropping. Looks like track conditions are starting to improve. Dus de lap times die gaan dus vooruit. We spoelen nog even door. Räikkönen, Norris en Sainz al naar buiten. En die rijden op de wetbanden. Die rijden op de wetbanden. Interessant. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Dus we gaan gewoon door op de wetbanden, want ik weet niet. Want het is nu minder gaan regenen. Maar andere coureurs rijden nu op de wetbanden, nog steeds. Kijk maar, want het regent niet meer zo hard. Nog 2 minuten en 26 seconden op de klok. We blokkeerden daar wel eventjes. Lap
hier heel langzaam voor deze bocht. Wat verwijderen lijn nemen. En Verstappen op dit moment nog steeds op P1. Hamilton naar 11. Bottas naar 13. Had ik niet verwacht van hun. Want in Duitsland passeren ze ook toen heel slecht in de echte race. En niet in mijn, career mode. Wel een klein deel in het groen, maar dat scheelt maar een paar duizendste hoor. Met nog 1 minuut en 53 seconden op de klok. Het is nu inmiddels naar rood. De Delta nu weer naar groen. Het springt alle kanten op. P12. We zitten nog in de safe zone. Ja, we hadden track limits te pakken. Dus we zijn doorwezen naar P13. Dus nu moeten we kijken of deze tijd goed wordt. Terwijl we daar bijna de auto verloren in de eerste bocht. Kwalificatie is compleet en Gasly heeft de snelste tijd neergezet. De vlag is uit. En wij kunnen deze tijd nog gewoon afmaken, want we hebben nog 2 minuten en 47 seconden op de klok. Inmiddels naar de laatste plek gewezen. Hamilton naar 1 met een 1.34.3. En wij pakken P13. En wij zijn dus door naar Q2. Goed gedaan. Vind ik zelf. Ik vind zelf dat wij het heel goed hebben gedaan. Kimi naar 8. En wij zijn door naar Q2. Butler, Russell, Magnussen, Stroll en Albon zijn niet door. Hamilton en Bottas die delen plek 1 en 2. We gaan door naar kwalificatie nummer 2. En als het hier nog steeds hard regent, dan kunnen we misschien kijken of we in de race misschien op de mediumband kunnen starten. Het regent nog steeds en we zijn doorwezen naar intermediates. Dus dat wordt interessant. En de lampen zijn nu dus officieel uit en nu kunnen wij onze auto weer zelf gaan besturen in deze Q2 van de Hungaroring. Het regent hier nog steeds, hoop dat in de race ook wat gaat regenen, volgens mij wel. Tegen het eind had ik op het weerbericht gezien. Dus het maakt nu niet uit op welke band wij nu gaan starten, want wij moeten toch denk ik aan het eind toch naar de intermediate gaan. Het finish en we gaan dus nu een tijd neerzetten. Allemaal goed. En behalve de gearbox die zat wel even in probleem, maar dat is geen probleem voor ons. Terwijl we... Ik zie de track limits en dat is geen tijd voor deze ronde. Terwijl Max ja, even de snelste raceronde te pakken had. De snelste tijd te pakken had, niet de snelste raceronde. Ja, en ik dacht, we gaan naar binnen, maar ik denk, ik heb nog genoeg fuel over. Dus we gaan gewoon nog een ronde proberen. En hopelijk dat deze lap eigenlijk nu ons wel naar voren kan brengen. Terwijl Gasly die tijd van Verstappen heeft afgepakt. De delta is inmiddels omlaag, terwijl die mijn beste tijd nog niet heeft gerekend. Beetje gek, maar dat geeft niks. Gasly met een 1.32.5. Wij zitten denk ik een hoge 33 neer. Ja, een 1.33.6. P10 op dit moment. We gaan dus nu naar binnen. Oh. Kijk, dat klopt. Of misschien kan ik ook gewoon op Return to Garage. Heb ik, ja. Return to Garage P13 op dit moment met nog 7 minuten op de klok. Maar 14e verschil met... Ja, Kimi is goed hoor, maar 14e verschil met Vettel zag ik daar volgens mij. We gaan op een nieuw setje intus. Ja, maar dat heeft voor ons geen zin. 10 minuten nog en dan is het droog. Maar dat heeft geen zin, want het duurt nog maar 4 minuten. Dus dat heeft geen zin. Ik weet niet wat Jess staat te lullen, maar oké. Die minuten en 32 seconden nog op de klok. Hier voorzichtig aan bij deze bok. Dat is goed.
Ja, dat weet ik ook wel. Onze laatste hoop op een snelle ronde in het groen. Daar zit Ricciardo. Wat doet Ricciardo? Wat doet Ricciardo? Ricciardo! Karma, wat doet Ricciardo daar? Wat doet Daniel Ricciardo daar in hemelsnaam? Hij hoort daar niet eens te zitten. Je ziet dat ik met een snelle ronde bezig ben. Ik probeer deze bocht te halen. En hij ramt mij gewoon van de baan. Dankjewel Daniel Ricciardo. Dankjewel. Een spin als gevolg. Kijk hoor. Een kleine touché hoor, maar het is nog steeds een spin. We kunnen onze weg gelukkig gaan vervolgen, maar dit heeft wel, dit heeft ons kostbare tijd weggepakt. Maar we hebben nog tijd voor een tweede ronde. Inmiddels weer alles opengezet. P12 op dit moment. De laatste tijd was niet goed met een 1.45.8, maar dan kwam vanwege die crash. En nu moeten we proberen deze ronde heel goed te rijden. Om nog in de top 10 te komen. We staan op dit moment naar P12. Lucas Weber naar P11. Bizar wat daar gebeurt. We zitten goed. We zijn sneller dan onze beste tijd tot dusver in Q2. De finishslag. En waar gaan wij eindigen? Groen in sector 1 en 2. Wordt dat Q3? De vraag is... Nee. P13. Helaas. En Kimmy is ook niet door hoor. Maar een paar tienden volgens mij van Kimmy en mijzelf een verschil. Dat is goed. Bij de Alfa's niet door. En Max naar 2. Goed zo. Kimmy pakt in de eerste sector. En gaan we gewoon door naar de datacenter. En dan naar de race. Kijk wat dat wordt. My first interview. Good day today. Let's have your take on it. How does a car perform in these conditions? Is it an advantage or a disadvantage? Ja, het is toch wel lastig om in de wet te rijden. Dus ik ga er even sportsmanship. Het is ook lastig hoor, echt waar. Nee, klopt. Will this be a problem? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat onze auto snel genoeg is voor een puntenfinish. Dat denk ik. Appreciate your time. Dankjewel Claire. Tot na de race. Het resultaat van de kwalificatie staan, we verliezen ons van Kimi Räikkönen en we winnen ons van Lucas Weber. De resource point voor de upgrade die in hopelijk in het paar van zou eraan komen. Het zijn er best wel veel. 85 in totaal, 563 in totaal bij van P1, P2 en P3. Kruipen naar de sportsmanship toe. Ja, we hopen dat we het goed kunnen maken in de race. Ja, bewolkt. En het gaat naar het einde regenen. Dus ik ben benieuwd naar de grootprijs van Hongarije. Who can forget Michael Schumacher pushing his old teammate Rubens Barrichello up towards the pit wall in 2010, or those great races of 2014 and 2015 as well. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7-mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left, on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Let's talk about the professor. They've been involved in a number of costly incidents lately. That's got to affect their mindset going into this race. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race.
With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Vettel, Verstappen, Charles Leclerc, and Hülkenberg. Norris, Grosjean, Perez, and Lucas Faber. Gasly, Raikkonen, the Professor, and Sainz. Ricciardo, Albon, Devon Butler, and George Russell. Magnussen and Lance Stroll brings the grid to a close. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou, hier zijn we nog dus in onze eigen auto voor de grote prijs van Hongarije. Rijden. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik hoop jullie ook. Dan gaan we dus beginnen met career aflevering 13. Kijk naar de race strategieën. Het kan aan het einde gaan regenen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik hoop dat we ervan profiteren. Een puntfinish, daar reken ik op. We gaan het nu ook zien wat het gaat worden. Want de lampen zijn het officieel aan voor de grote prijs van Hongarije career aflevering 13. En we zijn onderweg. En we hebben niet zo lekker start, want Kimi Räikkönen is er gelijk beter weg. Daar is Lucas Weber al gelijk. Het is er al drie wijd. Hülkenberg, Albon. Ricciardo, Albon en Norris. Aan de buitenkant. Kimi laat ons niet leven. En wij moeten op het gas om ons team uit te ontwijken. We hadden ook een illegal overtreding op Pierre Gasly. Maar die hebben we dus weer terug veroverd. Aan de binnenkant van Pierre Gasly. Helaas net niet. Het is hier een treintje geworden. En ik hoop dat we... Bocht 1 is overleefd. Iedereen is door. Dat is goed. Sorry. En dan gaan we nu kijken of we hier Pierre Gasly kunnen inhalen. We kijken er wel even, maar helaas. Het is hier krap. We kunnen hier niet inhalen. Deze baan is ook niet geschikt voor inhaalmanoeuvres. Want of je moet hier van goede huis komen om een inhaal te verplegen. Bottas, snelste race ronde. 1:24.5. Hij maakt daar een klein foutje. En Sainz kan daar gelijk aanvallen. Maar wij overraken de muur ook zelfs. Sainz aan de buitenkant. Maar de Renault motor is niet zo sterk als de Ferrari motor in onze auto. Het regent inmiddels. Dry nog steeds de snelste banden op dit moment. En nu wordt het een strategisch spelletje. Oh, short shift daar wel even. Dat was niet de bedoeling. Maak daar wel even een klein foutje. Geen track limits gelukkig. Groen in sector 1. 6,8 seconden sneller dan onze best, dan onze vorige lap. Eindronde nummer 2, begin ronde nummer 3. En je ziet al op het scherm dat het gaat druppelen. Het regent hier in Budapest. Dus we moeten voorzichtig aan doen. DRS inmiddels enabled. Maar wat gek dat we die niet kunnen gebruiken bij Pierre Gasly. Niemand kan hem ook gebruiken. Want hij is net ingegaan. Dus ja, sorry. Ronde nummer 3 van 18. 20 minuten ligt de regen. Droog nog steeds de snelste band op dit moment. Dus ik vertrouw gewoon mijn ingenieur wat hij gaat doen. 14e langzamer dan onze beste tijd. Dus ja, we kunnen hier nog steeds geen aanval wagen naar Pierre Gasly. Ronde nummer 3 bijna erop. DRS enabled. Gasly heeft hier een betere exit. 1.7 langzamer. Gasly zit bij Kimi Räikkönen. Gasly pakt de binnenkant, Räikkönen de buitenkant. Oh, Gasly rijdt tegen Kimi Räikkönen aan. Het is geel. Is er iemand gespind? Ja, Carlos Sainz is niet gespind, maar die is out. Carlos Sainz. Motorprobleem. Helaas, ook al in Baku viel die uit en nu ook hier in Hongarije. Ja, je ziet bovenin het scherm, Carlos Sainz is out of the race. Oeh, Gasly heeft het zwaar. Gasly heeft het zwaar. Wij kijken hier aan de buitenkant. Meer exit pakken. Hier naar de binnenkant switchen. Lukt helaas niet. We hebben nummer 5 minuten ingegaan. Mijn team zegt dat de condities best wel niet zo goed zijn. Maar de baan is nog niet klaar voor intermediate. Gasly heeft een hele slechte exit. Maar wij kunnen hier niet profiteren van de binnenkant. Kijk aan de buitenkant, meer exit en meer snelheid pakken bij de exit, lukt helaas niet. P13 nog steeds. 1500 fuel remaining, dat is goed.
Hebben we hier dan een navelwagen? Dat is iets op de curves. Aan de buitenkant. Beter exit pakken. En dan nu aan de binnenkant. Nee, helaas. We kijken er wel even. We laten dan het wel even zien aan Pierre Gasly. Dat hij wat harder moet gaan rijden. Want om op P13 rondrijden is niet best. Inmiddels bijna ronde nummer 6. DRS enabled. Betere exit dan Pierre Gasly. Daar zitten we aan de binnenkant van Pierre Gasly. En dat is P12. Maar hij geeft niet op. Daar komt Pierre Gasly aan de buitenkant. En het is de krapjes. En wij pakken nu echt P12 van hem af. Weber en Stroll zat volgens mij daar bij te racen. Als ik het goed zeg. Nee, Perez bedoel ik. En mijn ingenieur die zegt om een andere strategie. Ronde nummer 10 volgens mij gaan we naar intermediates. Als dat goed gaat. Inmiddels DRS disabled vanwege de regen. En teams gaan nu echt struggelen. En heel veel teams komen er binnen. Ook mijn teammaatje Kimi Räikkönen. En wat wij nu gaan doen is de overcut proberen. Wij gaan een ronde lange doorrijden. Rich en hotlap. En nu moeten we hard gaan pushen. DRS is dus disabled. Kimi naar binnen. Inmiddels ronde nummer 7. Magnussen is ook naar... Grosjean is ook naar buiten gebleven. Een racing point is naar buiten gebleven. En wij gaan dus nu naar binnen voor onze laatste pitstop. Dat wordt dus de intermediate banden. Piet is goed. En kijk wat onze pitstop gaat worden. We stappen weer terug aan de leiding. En waar komen wij terecht? Goeie stop, 2.5, mogen trots op zijn. Russell nog naar de supers. Oh ja, laat maar, die moet nog binnenkomen. Terug op P9. Dus een hele goede strategie van ons team. Een super call dit. Gasly en Grosjean hebben het daar aan de stop even verderop, zie ik. We komen, Leclerc en Grosjean. Gasly zit namelijk achter ons, dus dat klopt helemaal niet wat ik net zei. Over Grosjean en Gasly. En nu moeten we proberen om deze race uit te rijden, punt te pakken en ons goed te focussen. Inmiddels ronde nummer 10. En daar komt Pierre Gasly aan de binnenkant. Wij blokkeren de binnenkant. Hij moet de buitenkant kiezen. En dat is nog steeds P9. Ja hoor, we duwen daar wel even naar buiten. Perez zit er wel te kijken hoor. Ook Hamilton komt dichterbij. En volgens mij is dat Kevin Magnussen. Die daar ook achter Gasly zit. Als ik dat goed zeg. Kijken of we dit nu 8 ronden lang vol kunnen gaan houden. Gasly heeft daar wel een betere exit. Gasly, nee, geen aanval. Oh, ik zie de track limit, een waarschuwing. Want bij de lijn pakken, je ziet hier ook in één keer een racelijn vormen. Oh, blokkerende wielen. Jurre is online. Hallo Jurre, leuk dat je er bent. Oh, we zitten er wel even door. We moeten deze uitloop moeten gaan kiezen. We hebben inmiddels een flink gaatje naar Pierre Gasly te pakken volgens mij. Ronde nummer 12, daar komt Pierre Gasly met een divebomb aan de binnenkant. Maar wij houden die plek dus vast. Gelukkig, ik schrok me kapot. Sorry. Gasly, nee. 6.5 seconden, een ronde later. Daar probeert Pierre Gasly het weer aan de binnenkant. Maar wij houden... onze auto weer breed genoeg. Perez en Hamilton zijn inmiddels aangesloten. Ronde nummer 13, daar komt Gasly. Maar wij blokkeren hem daar. En hij moet nu de buitenkant kiezen. Dat gaat hem niet worden. En Hamilton is nu Pierre Gasly aan het aanvallen. Hamilton naar P10. Gasly naar 11, buiten de punten. Het is zij aan zij. En Hamilton heeft het plek officieel te pakken. Wij de lijn nemen bij het uiteinde van het langrechte. Het begin van een lang stuk. Hamilton heeft hier meer snelheid. Wij verdedigen de binnenkant. Zit in de slipstream. Maar kan niet kruisen. Doet hij wel. En een touché met de Brit. Lewis Hamilton heeft de voorvleugelschade. En wij hebben geen schade gelukkig. Met nog 3 ronden te gaan. Knotsgekke wedstrijd hier ook. Daar komt Hamilton. Met de aanval aan de binnenkant. Maar wij slaan die aanval af. Gelukkig. Ronde nummer 16 van de wedstrijd. Hamilton komt weer dichterbij. Kan hier geen aanval wagen. Het gat naar Grosjean is inmiddels zo groot geworden dat wij dat niet gaan redden. Dat gaan wij niet redden. We moeten gewoon onze plek van Lewis Hamilton aan de andere jongens verdedigen. Daar komt Lewis Hamilton aan de binnenkant. Wij duwen een beetje naar het gras toe. En dat is weer geen aanval.
van Lewis Hamilton. The drivers we're fighting here are Hamilton and Hamilton en Raikkonen zijn aan het vechten. Dat zie ik ook, want Hamilton rijdt achter ons. Nog 200 eraan. 0,3 seconden, 12,0 seconden naar Romain Grosjean. Ronde nummer 17 alweer. En we hebben een gaatje geslagen naar Lewis Hamilton. Oh, maar we schieten rechtdoor. En we komen vlak voor Lewis Hamilton de baan op. Zo, ik net dat Hamilton moest even op de rem. Gasly moet er ook kijken, Gasly met een aanval. En wij gaan die aanval af. De 2 ronden fuel remaining. We zijn er gewoon aan het sparen. Kan Lewis Hamilton hier een aanval in deze krappe bocht? Dat doet hij. Hij zet hem aan de binnenkant. Daar komt Lewis Hamilton met een aanval, maar wij snijden hem hier gewoon af. En we krijgen geen waarde van de track limits. Leclerc een probleem. Inmiddels zijn wij nog steeds op P9, gelukkig. Laatste ronde loopt inmiddels en Lewis Hamilton kan hier ook geen aanval wagen op dit moment. Dus ja, als we dit zo volhouden, pakken we gewoon een grandioos 2 punten voor Alfa Romeo Racing. Proficiat, dat is gewoon hartstikke goed gedaan. Hopelijk dat we nu ook kunnen volhouden. We moeten naar Spa, goede update komen op de auto. En ja, Max Verstappen wint dus de wedstrijd, net als in Hockenheim. Lewis pakt dus een punt, net als in Hockenheim. En wij vinden ze dus, ja, we moeten deze ronde nog even afmaken. Maar wij vinden ze dus gewoon als P9 hier in deze grote prijs. Fantastisch resultaat. We zijn vanaf P13 vertrokken, nu naar P9 en Kimi pakt weer geen punten. Nog een paar bochten te gaan en Hamilton kan hier ook geen aanval zetten, maar P9 is gewoon van ons. Dat is gewoon onze plek geworden op deze grote prijs. Max Verstappen wint dus de wedstrijd in Hongarije. En wij vinden dus op P9 een super goede race en 2 punten voor het team van Alfa Romeo Racing. Race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order, and they've taken full advantage of that to claim the victory today. It's always a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on circuit and have come out on top. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Verstappen wint dus de wedstrijd en Vettel vindt als tweede en Hülkenberg pakt zijn allereerste podium. Het lijkt net Duitsland deze week, toen won Max op de wedstrijd, Vettel vindt als tweede en toen pakte Yannick Fiat het podium. En wij krijgen ook Driver of the Day. Norris vindt als vijfde, fantastisch resultaat, Vettel pakt nog een extra punt. En Hamilton van 2 naar 10. It's time to check out the constructor standings. De constructeurs. En we worden nog steeds WK-leider en wij de constructeurs naar de zesde plek. We zijn gezakt naar P9. Hülkenberg is ons voorbij en dan gaan we daarna door naar de datacenter. En kijken of we nog updates van de auto kunnen. Maar ook eerst de interviews. Als die er komen, hoop ik. Great workout there today. Let's have your thoughts. Lucas flew through the pack in that race. What's his secret? Ik denk gewoon dat hij een goede auto heeft. Weber is ook een goede coureur. You gained a lot of positions during the race. Claire, heb je de race überhaupt gezien? Did you feel comfortable in the wet weather today? Ja, natuurlijk, anders had ik geen punten gepakt. Dus ja. Ik voelde me heel comfortabel in deze regen. Welke crash? Claire? Ik heb geen crash gezien.
Oké, doei Claire. Tot de volgende keer in België. Resultaten dus. Nou, Kimi Räikkönen hebben het is aan het verliezen van ons. Net hetzelfde als Luke 2 met de resource points. Flink punten binnengehaakt voor ons team. Team wil ook behaald. En de reputatie is weer flink gestegen. Gaan we naar een veteran, ook weer naar een sportfit. En het contract staat ons klaar. That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with our performance. Contractonderlingen staan klaar hier voor ons bij Alfa Romeo. Kijken wat we gaan doen. Ja, propose of accept. Ik doe gewoon accept, gewoon daar ben ik van klaar mee. Gewoon nog steeds de tweede rijder, gewoon. We're accepting the initial offer then. If you're happy with it, then I suppose it's fine. But I think we could probably try harder to get better. Ja, maar ik denk nu gewoon maar dit even. Ik voel me gewoon fijn bij Alfa Romeo. Ik wil niet te druk bij Emma lekker. Zo van, nee, je moet dit doen of zo. Maar goed. De resource points. Die kunnen we ook mee, meenemen voor Spa van Rochon. Kijk wat handig is. We komen dichter bij Ferrari met dat onderdeel groen. Doen we dat dan gewoon. Dan kunnen we dat ook doen? Ja, dat kunnen we ook doen. Want we hebben genoeg. Nou, ik doe gewoon wat call zeggen. Oké, twee upgrades komen er dus aan. Nou, dit is dus weer mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat even een like achter als je genoten hebt op deze video. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 Career Mode en Portugal 2 Career. Reageer wat er beter kan of moet worden aan deze video. Beloon het met een like als je in ieder geval genoten hebt wat ik net al zei. En druk op de abonneerknop om niks meer van mij te missen. Want dan moet gewoon naar het belletje drukken op de abonneerknop. Ja, en volg me even op de social media. Instagram en Facebook en Twitter. Dat staan allemaal in de beschrijving de links. Volg me daarvan op. Dan zou ik zeggen, fijne dag nog verder. En tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Dan gaan we verder in België. Een fijne dag nog verder. En tot ziens.